Hi, ik ben Vincent den Klooster, een van de chiropractoren binnen Chiropractic Optimal Health. Hoofdpijn. Hoeveel mensen hebben er wel die hoofdpijn? Ik hoor heel veel mensen wat zeggen over 1 keer in de week, 2 keer in de week, 4 keer in de week. Sommige mensen die hebben alleen last van hun nek met een zwaar gevoel in het hoofd. Heel veel kinderen hebben het. Maar waarom ontstaat het nou eigenlijk? Het is makkelijker dan je denkt, simpeler dan je denkt. Want uiteindelijk, als er een disbalans ontstaat, door het dagelijks leven, met hoe je zit, hoe je staat, dus hoofd naar voren, allemaal achter de computer, we knellen alles hier af, of we hebben gewoon een slechte houding, we hangen in ons lijf, knellen we alles af, gewrichten functioneren niet goed, creëer je een subluxatie. Weet je nog niet wat een subluxatie is? Kijk op onze website, www.chiropractieoptimalhealth.nl. Kijk onder het kopje klachten en de subluxaties en dan vind je het. Maar voor nu, subluxaties zijn gewrichten dat minder goed functioneren, druk op het zenuwstelsel. Dus als de hersenen minder informatie door het zenuwstelsel krijgen naar een spier, en die spier die krijgt niet alle informatie, wat denk je wat die spier gaat doen? Ja, heel goed. Die gaat aanspannen. Ja, die gaat knijpen. Maar die spier gaat op 2 botpunten aan. Dus dan krijgen we een limitatie in het gewricht, een bewegingsbeperking. Dus dan krijg je druk op de zenuw, dat kan de hoofdpijn veroorzaken. Maar we krijgen ook een spier die verzuurt, die hoofdpijn kan veroorzaken. Trigger points, je hebt er vast wel wat van gehoord. Maar sommige mensen hebben heel veel hoofdpijn, anderen nog helemaal niet. Anderen die zijn in het proces, maar hebben geen idee. Dus wil jij weten of jij subluxaties hebt, of dat jij trigger points hebt in je spier? Heb je er nog niet zoveel last van? Of is het zo normaal geworden voor je, van het hoort bij me? Of heb je migraine? En heel veel hoofdpijn, dan kan het zijn dat er een overlapping is van migraine en hoofdpijn. Stel je voor dat we de hoofdpijn kunnen veranderen. Wat dat zal doen met je migraines. Een veel betere kwaliteit van leven, van functioneren. Maar ook minder slijtage in je gewrichten. Dus meer kans op beter functioneren op latere leeftijd. Maar minder kans dat het vaker terugkomt. Laten we kijken wat er aan de hand is. Heb je subluxaties, kunnen we je helpen? Heb je ze niet, kunnen we ook niks voor je betekenen. Maar dat melden we meteen. Ik hoop dat ik je snel zie, dat we gaan kijken of we wat kunnen voor jou betekenen. En ervoor zorgen dat jij je doelen haalt, dat jij kan doen wat je wil, zonder dat je gelimiteerd wordt. Ik zie je snel.